Goedemiddag. Wim moet weer wachten om even wat uitleg, uiteenzetting te krijgen. Wat we kunnen verwachten. Bent u dat toevallig? Ja, ik wil u daar wel mee helpen. Dat moet lukken. Mooi, want ik heb begrepen dat er een hele Rotterdamse lijn is. Gevaardigd, CQ staat uitgevent. Ja, zeker, zoals je daar ziet staan. Roel staat al te kwijgen, de 010 wordt kaart. Oh, want we doen het in de gezamenlijkheid, qua nijvere wellust en vlijt. Ja, en dit wordt ook gebrouwen aan de oevers van de Maas. Kijk, aan de borden. Nou, we dachten, Plomp Floor wint om je horen scoren. Mag ik even scoren? Even storen? Ja, natuurlijk. Ja, ik sta voor mijn vriendinnen in de OQ, heb ik allemaal zo mijn vriendinnetjes, die hebben allemaal hun eigen nationaliteit. We houden toch wel een beetje besmuikt, hè? Ja, wel, maar dan wil ik even wat leuks voor ze meenemen. Dus ik dacht, voor Natasja, lekker 010 vodka. Heerlijk, jongen, echt. Joh. Die woont hier zo lang in Rotterdam, dat zal Natasja eten. De betere Russische producten, wat dat betreft, worden toch hier in het Rotterdamse Ranzenflansen raddenflatsen gemaakt. Ja, natuurlijk, wat dacht jij dan? Daar hebben we geen rust van nodig, hoor. Die poeten kunnen we zo apart houden, wat dat betreft. Je kunt ook een klap in je snoer geven. Ach, dat is het. Ah. Ja, dat is ook, ja, er zit ook een Schotse, dat is lekker. Ja, die zit er niet ook in een andere tent, maar dat is ook wel leuk om waar. Maar als je een beetje Schotse scheef uit het lood staat, of een Schotse uitje open wil zetten. Ik heb wel een jurkje aan, dus in mijn vrije tijd. Dan mag ik met Maya van de Kaap mee. En dan heb ik een Schotse ruit, dan zijn we het lekkers. En dan kunnen we dit heel leuk mixen. Maar ik heb ook nog een Italiaanse vriendin. Heb ik wat? De Italiaanse amaretto uit Rotterdam. In elk stadje een ander schatje. Dat bedoel ik. Gamba zeg. Maria. Die wil jij proeven. Oh, ook dat nog? Ja. Kan hier gewoon zijn? Ja. Oh, dat. Dat stond niet toevallig met Rotterdamse amandelnootjes, hè? Ja, wel. Nou, we gaan er veel snel achter komen. Nee, maar dan kan je ze beter amandelkrootjes noemen. Toch? Zal ik die beter houden? Ja, dan. Maar is net zo lekker als Rotterdamse krootjes, deze nootjes. Ja, dat zijn reacties. Oh, tering, wat lekker zeg. Oh. Oh. Oh, kijk daar. En hij is er van tussendoor, Plomp Floor. Oh. Nou, zo zien we. Ga je er niet eens achteraan? Nee, hij komt vanzelf wel terug voor de volgende te kopen. Ja, maar dan is hij wel vacuüm gezogen, ben ik bang. Ja, dat zien we dan wel weer. Wat dacht u dan? Verder nog wat er toe te voegen, zeker op af te dingen? Nee, het was leuk dat je er weer was. Ja, en het is nog beter dat je even je hielen laat zien. Waar je mijn stof opwaait, dat je uit mijn aura, uit het gezichtsveld gaat misschien. Hé, hey, daar is hij weer. Hey. Ja, is hij alweer lekker? Is hij alweer leeg? Kijk. En heb je nog iets uit Schiedam of zo? Want daar is niks, daar is nog nooit iets goeds van vandaan gekomen. In je neven. Ik ga hier nooit meer weg. Nee. Kijk, een kamerjurie hier. Ja. Nou, fijn dan. Er ligt een stressbedje daar. Oh, wat lekker. Nou, Jack. Ga even je roes uitslapen. Ik wel. En dit is dan in de aanbieding binnenkort. Met alle typische merchandise die er ook nog veranderd is. Dat gaat er allemaal vanaf komen. Het wordt één groot Rotterdam feest. En het is geen feest als je niet volop hier bij de Gekko bent geweest. Heb meegebeest. Dat bedoel ik. Mocht ik nou al uit je gezichtsveld, uit je aura, of had je dat al gezegd? Ja hoor, dat had ik al. Was dat pleit al beslecht? Juist. Mooi. Hey, en waarom krijg ik niks te drinken? Voor onderweg? Nou, neem jij dan een lekkere fles wodka mee voor onderweg. Nou, dat dacht ik. Oké. En de logeerpartij loopt daar nog uit de hand. Ja, het is... Wist je dan aan de hand van klant? Hop. De groeten. Oké. Nou, ik spaar er nog even voor. Een klein beetje op. Oh, mooi lekkers. Tabé en taboe dan maar. Kijk eens eventjes, wat lekker allemaal. Oh. Plezier ervan en er tegen en er mee. Nou, we dachten in de Rande Museum. Goeie zaken en dat de euroknaken maar volop de kassas mogen blijven raken. En zo hebben we weer de slag geslagen. Nou, we dachten. Wat dacht u ervan? Kaarsje gaan bedoven. Rotterdam is wel gewoon te reizen. Kom nog maar even net op gaan mee te geven. Dat is hier inderdaad. Rotterdam Ranzenflans qua Alexander Polder beleving is wat de klok en de slok op slaat.